Hallo jongens en meisjes, welkom weer gloed nieuwe Hornet video. Waar de video vandaag over gaat, kun je de titel als goed dus gelijk zien, misschien aan de tunnel. Namelijk, er is weer een soort van Star Wars event. Ik ga op dit moment, jullie zien het eigenlijk al een klein beetje, dus twee keer. Ja, goed, ik ga het uit te vechten. Wat je namelijk wat? Oh. Wat ik namelijk, je hebt deze blast heb je, maar als deze guy wat wil geven, ja poppy, want we hebben deze namelijk als ja, soort hulper op dit moment, of tenminste zo lang mogelijk dit gaat duren natuurlijk. Het is dus de blaster, de E11 blaster refill, nou waarschijnlijk heet het denk ik een beetje anders, maar goed, mijn Engels is niet zo, het is wel goed, alleen niet altijd. Dus, nou komt waar natuurlijk. Maar wat ze nieuw hebben gedaan in deze update. In deze twee jongens en meisjes. Hij geeft blijkbaar dit soort dingen. Maar hij geeft dus ook een wapen. Oftewel, deze Wookie Bow. Wat stond er nou? Bowcaster. Dus het is een nieuwe soort wapen is dat. Die we nog nooit een keer hebben gekregen in Fortnite. Tenminste, als het goed is niet. En ik heb als het goed is elke. Hier ligt trouwens nog eentje. Maar die krijg je dus alleen als jij sowieso de mensen hierin killt. Dus en wat deze eigenlijk doet, is eigenlijk simpel. Hij kan Ezo's trouwens afvuren, maar als je het ingedrukt houdt, schiet hij dus met een explosief. Een explosief doet best wel veel damage. Ik ga gelijk even snel wat even op mensen hakken. Want jij komt zo meteen, of tenminste, ik kom zo meteen 100% van tegen mensen. Like sowieso deze video. Vanavond ben ik gewoon weer lekker live om 7 uur. Als het goed is, als alles gewoon doorgaat. Dat is eigenlijk. Zo. Dat hebben we gebouwd. Jezus man. Niet. Zo niet heel veel. Ik moet alleen gewoon even uitkijken dat ik geen AR heb. Ik heb wel een shotgun, ik heb die niet. De mensen heb ik. Dus die guy nog gewoon gelijk afvinden. Meteen kan ik afmaken, vind ik het prima. En ik voel mezelf, ik ga hem daar naar deur. Lol. Ik zou toch. Ah, trouwens. Dat is heel top. Ik ga toch die andere gewoon weg aan, want die is niet zoveel. Nou, jullie zagen net hoe het weetje werkte. Hij deed volgens mij 80 white. Dus dat is best wel lekker. Dit ding zit helaas ook in competitive. Dus je kan hem goed gebruiken. Maar je kan er ook goed door gegriefd worden. Dus zorg ervoor dat jij hem gewoon als eerste in de game hebt. En dan moet je natuurlijk wel, waar ik net het begin van de game was, daar moet je wel heen gaan. Dus naar waar die rookies en die Star Wars dingen zitten fighten. Eigenlijk dus niet. En het leukste aan deze NPC is, of het is nog steeds een NPC, is dat hij dus dingetjes geeft. Allemaal ammo. En waarschijnlijk ook items. Dus dat is nog nice. Ik ga nu gewoon lekker door naar de volgende mensen. Dus blijf gewoon sowieso kijken. En hopelijk vinden we zo meteen weer meer slachtoffers. Terug naar de hoopberg terug te sturen. Dus. Vergeet niet te liken, want ik weet sowieso dat niet iedereen van jullie heeft geliked. Degene die nu kijken, de helft al. En misschien dat je toch nog even een subje wilt droppen voor mij, zou ik ook heel erg waarderen. Er komt namelijk veel meer content aan dat ik nu maak. Dus geniet gewoon lekker van de video. We zijn nog niet klaar. We zitten nu op de top 36. Er is eentje dood gegaan. Ik ga even een beetje nog wat meer hakken qua match. En dan maar gaan we gewoon even lekker nog wat mensen in elkaar rammen. Of weer schieten, hoe je het ook wilt noemen in Fortnite. Dus blijf lekker kijken en dan
Hopelijk, ja, nogmaals, ik zal het goed voor mensen zien. Nu namelijk een beetje rustig. Dus ja, tot thuis. Zo, hiervoor zitten mij zitten fights. Dus daar ga ik lekker even op af. Even kijken of ik daar misschien wat mensen kan killen. Ik zie er al, en hier zie ik al, hier met fus. Ik kon net niet ritten. Ik heb ook niet de beste AR van afstand. Behalve deze ding dan, maar goed. Ik niet aan mij. Ik zeg ook of we deze mensen aan kunnen gaan aankunnen. Zijn natuurlijk zieken niet. Tuurlijk. Het is niet dat het lastig is, maar... Zit hij daar weer dan? Hij zal wel ergens zitten. Sowieso. Hij zal me sowieso ergens zien. Ik heb dus ook een beetje pinken. Ik heb alleen nu al mijn mensen erin gejast, maar goed. Dat heb ik echt gewoon net. Ja, ik ben dood. Ja, meer kan ik er ook niet erg van maken. Ik zat een beetje in een, ja, in een klote situatie. Ik heb wel één kill gemaakt, maar ja, het gaat soms niet. Ik sluit ook gewoon lekker deze video af. Het is misschien niet echt heel erg veel, maar ja, goed weet je, ik heb een kill kunnen maken. Ik zat alleen een half uur aan deze fight, omdat... Ja, je weet toch gewoon hoe mensen spelen. Dus ik ga ook gewoon bij deze afsluiten. Sowieso hoop ik dat jullie een beetje hebben kunnen genieten. Ook goed duurde het niet heel lang, was maar 8 minuten, maar goed. Ik heb echt genoeg video's die gewoon echt leuk waren. Dus dan moeten jullie maar gewoon even op mijn YouTube kanaal gewoon even kijken. Er zijn genoeg. Als er nu gewoon even één keer zoiets is, weet je. Ik heb tenminste een kill gemaakt, dus daar ben ik blij mee. Ook was het heel erg simpel, maar goed. Deze had ik ook wel aangekund. Alleen, ja, ik had voor mijn gevoel niet echt een hele goede loadout. Wel genoeg minis, wel genoeg mats. Maar ja, weet je,
Volgens mij doen niet zo heel veel mensen dit soort video's maken. Dus ik ben sowieso blij dat ik dit gewoon kan doen voor jullie. Ja, ik zie je hopelijk volgende week gewoon weer met een nieuwe... met een nieuwe content video weer. Vergeet niet te liken natuurlijk, te abonneren. En dan volgende week gaan we gewoon weer knallen. Ik moest het gewoon even in mijn eentje doen. Ik had eerst een ander soort content ideetje, maar dat ging hem even niet worden in mijn eentje. Dus dat komt hoop bij de volgende video of anders de video daarna. Dat weet ik nog niet, dus blijf gewoon op de hoogte. Zoals je gewoon een tweedertje aangooit. Ik ben tenminste top 19 geworden, dus dat is ook helemaal goed natuurlijk. Met helaas 1 kill. Maar dat is maar even niet anders natuurlijk. Ik ga gewoon lekker nu stoppen. Ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen genieten. En dan spreken jullie volgende week bij weer hopelijk weer een betere video en een leukere video voor jullie. En dan sluit ik lekker af. En dan zeg ik tegen jullie, laat die jongens en meisjes. Doei doei strijders.